aan het lange leven in Parkstad Veenam. Dit is mijn huis, dit is lange leegte. Ja, je hoopt op betere tijden, maar die kwamen er niet. En de dag dat we failliet gingen, stond ik diezelfde avond, had ik ook klanten staan, dus was ik hier ook. Henk de Haan heeft een splinternieuwe WK-hit. Maar waarom eigenlijk? Op een gegeven moment werd er bij de Formule International gezegd van zei Derksen tegen Gené, maar Gené, jij speelt ook trompet? Ja, zei Gené, maar er is maar één trompetist hier, dat is Henk de Haan. Ik dacht, wow, wat mooi. Ja. Dus vloep, mailtjes, WhatsAppjes, ik kreeg in één keer vloep, Henk, je moet WK-hit moet je maken. Ik denk, oh ja, waarom ook niet? We dansen dan de samba als Robin weer gaat scoren. En Jamat knalt van verre, ze vliegen door de net. Pom, 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 pom. Alle gekheid op een stokje. Henk de Haan was de man die SC Vindam als allerlaatste probeerde te redden. Hoe kwam hij eigenlijk op het idee? Een week tevoren had ik het woord crowdfunding een keer gehoord. In de crowdfunding hebben we dat even gegoogeld. Ja. Met heel veel mensen, iedereen een klein gedeelte geld storten. Kijk hoe we dan zo'n club kunnen redden. En ik dacht, oh, dat is leuk, ja. Dus toen hoorde ik dan 's morgens dat 's middags faillissement de curator zou komen om het uit te spreken en voorlopige faillissement. En ik denk, jongen, als nou knal, hup, vloep, naar Vindam. We zien het wel, dacht ik bij mezelf. En samen zat je bij de Wereld Draait Door en een paar dagen later bij Voetbal International. Er ging al meer leven. En dat ging op zich hartstikke mooi, maar lang niet goed genoeg. Waarom werd het geldbedrag bij lange na niet gehaald, ondanks alle publiciteit? Te weinig draagvlak. Ja, heel duidelijk. Dat zijn de mensen die er geld voor over hadden. Het is ook een onzeker iets natuurlijk. Hè? Van, ja, je kunt als bedrijf wel geld in club stoppen. Maar als je collega's of je personeel moet ontslagen, ja, dat kun je ook niet maken. Dat is ook heel logisch natuurlijk. En, je kunt wel rustig blijven zitten, maar dan weet je dat er sowieso niks gebeurt. Ja, heel simpel. Als je lekker in een hoekje gaat zitten van hoop dat er... ik hoop op wonden. Ja, en die mensen ben ik ook tegengekomen. Waarom heb je dit nou gedaan? Die gaan lekker makkelijk mee om. Ga lekker in een hoekje zitten. Een beetje commentaar leven. Doe wat. Doe wat. En als later blijkt dat het niet genoeg is. Ontzettend jammer. Maar ik heb er een goed gevoel over gehouden. We hebben ons best gedaan. En het is niet gelukt. Punt. Wat heeft de KNVB ervan geleerd? De bond die dan zegt dat je 16... contractspelers op lijst moeten hebben. Ja, dat is de knots geworden. En dat is natuurlijk een oneerlijke concurrentie met de topklasse, met de hoofdklasse. Want wat daar allemaal gebeurt. En dat die om niks te overleggen, of veel minder te overleggen dan een betaalde organisatie. En dat had nooit gewoon. Iedereen had gewoon een bijtje de naam moeten hebben. Er was niks aan de hand geweest. Zal dat in de toekomst gaan veranderen? Hoop ik dat het, ik denk het wel, dat het wel verandert. Dat ze echt wel gaan nadenken van, hey, dit is weg, dat is weg, die club is weg, die heeft het moeilijk, die heeft het net gered, noem al die dingen maar op. En ze hopen dat ze het aangepassen. Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja. De KNVB is inmiddels een proef gestart met semi-profs in de Jupiler League. Met Achilles 29 kijkt de bond of er een natuurlijke doorstroom mogelijk is van de topklasse naar de Jupiler League. Er is nog ongeveer 35.000 euro over van de verschillende reddingsacties. Wat gaat ermee gebeuren? Ja, lijkt me natuurlijk fantastisch om een fonds op te richten. Fonds Sportclub Vindam, bij wijze van spreken. Iedereen die hulpbehoevend is of wat dan ook, dat ze een aanspraak kunnen maken. Iemand moet een rollator hebben, die komt op de een of andere manier niet in aanmerking voor vergoeding van zijn rollator of van zijn scootmobiel of wat dan ook. Ja, dat lijkt me dan ook van, hey, of dat, ja, dat er nog geld in komt of wat dan ook, dat het over 6-7 jaar misschien een start is voor het nieuw betaald voetbal in Vindam. Dat zou wel fantastisch zijn natuurlijk. Dat dit een beetje de basis is van, hey, over 7 of over 10 jaar, nieuwe sportclub Vindam, betaald voetbal, lachen. Moeten Vindammers zich nu, ruim een jaar later, beseffen? Jongens, we moeten verder kijken. En dit is geweest. Het is allemaal heel triest dat het allemaal gebeurd is. Maar we moeten gewoon verder in hopen, hopen, hopen. Maar het belangrijkste is gewoon van, we zijn ervan overtuigd dat we ons best gedaan hebben. En zij ook. En dat is een geruststellend gevoel, denk ik wel. En broers, popom, popom, eerst alles is mogelijk. En helaas, dit is niet gelukt met z'n allen. Maar
de toekomst zal uitwijzen dat we er misschien over 7 of over 8 jaar of over 15 jaar, dat we er weer zijn. Dat zou fantastisch zijn.